Ik is John Daniels. Ik is geboren in Roosendaal. Die derde van de vijfde maand 59. Ik heb in Roosendaal dat ik gebleven voor de tijd. En dat is niet bij je goed gegaan, Dani. Met mij niet. En toen ik gedacht, ik zal iewers van mij moeten gaan werk zoeken. Maar ik was nog toen te jong om voor mijn werk te zoeken. Hoe oud was je daar tijd? Ah, ik was ik zo tussen 8 en 9. Ik was toen nog te jong om voor mijn werk te zoeken. Toen kwam daar een barmhartige Samaritaan. Mevrouw van de Merwe, toen kwam zij daar bij haar dochter keer. Ik raap in de Antibiplaats, was daar. En dat is. Dit was of die Here van mij gezegd het, hier is jouw geleentheid, van hierdie geleentheid moet je gebruik maken. Ik heb toen van mevrouw van de Merwe genaderd en haar gevraagd of sy nie vir my werk het. Sy het vir my gelag en sy het vir my gesê, Jacob moet nog nie werk, jy is te klein man, jy is nog te jonk. Ik zei toe vir haar, asseblief, maar ik moet hier wegkomen. Want ik het vir myself gesê, as ek nie daar wegkom nie, dan gaan ek anders uitdraai. Ek gaan goed doen wat ek nie moet doen nie. En sy het toe vir my gesê die aftermiddag, die oggend, sê sy vir my, kom morgenoggend weer en sal ek vir jou sê of jy kan saam gaan ja of nee. En so waar, sy red my toe my lewe. Met die hulp van die Here red sy my lewe en sy sê ja, jy kan saam gaan. Maar om eerlijk te wees, ek het nie geweet waar gaan ek heen nie, want het was donker. Ek hier kom, toe ek op Kana kom, 1970, dus dit was donker hier aan, dit was donker, ek het nie. Want ek kon toe niks sien en ek is vreemd. Ek het niemand, niks is. Ek sal moet van vooraf, ek sal moet voorbegin. Die oggend, toe het nou dag word, te buite kan staan en kyk die wereld. Toe sê ek vir myself, jezelf vir jou een doel voor oor moet hê. Jou aandag en jou oor sal moet gefokus wees. En ek het my aandag en my oor gefokus op die Here. Ek het elke oggend vir hom gevra, Here, gee jy vir my wysheid. Gee jy vir my insig. Wees jy 'n vader vir my. En dit was nie altyd makkelijk nie. Want ek moes aanpas. Ek moes aanpas, dit was 'n vreemde wêreld. Ek moes aanpas, ek moes nuwe vriende maak. Ek moet die mense onder wie ek gaan werk, moet ek gewoond geword geraak het. En dit het tyd gevat. Maar soos wat die tyd aangegaan het, het ek die mense gewoond geraak. Mevrou van der Merwe het vir my gesê, die oggend toe sê sy vir my, ek sê jou eers by my moet hou. Maar jy is nog 'n bietjie lig, jy kan nie nou al gaan werk buitekant nie. Ek sê jou nog eers 'n bietjie moet voer, dat jy kan reg wees as jy uitgaan buitekant toe. Want ek hoor, jy was maar maar sientjie gewees, toe jy aangekom het. Wie toe sê ek was maar? Ek het inligting gekry. Ja, en ek het toe 15-jarige ouderdom, het ek by mevrou van der Merwe in die kombuis gebly.
En ik kom bij zijn gewerk, sy het van mij. Hallo, Kokkie. Hallo, hallo, Minka. Sy het mij. Sy het van mij geleer. Hallo. Sy het mij getem, sy het mij geleer hoe om met mensen te praat. Sy het mij baie goed geleer en ek is so dankbaar blij. Vir dit wat sy mij geleer het en ek het daarop, dit was basis een fondatie wat sy vir mij gegooi het. En die keuse was myne om op die fondatie te bou. Ek moes elke steen, ek moet seker maak dat my hoeke reg is, dat het 'n standvastige gebou is wat ek besig is om te bou op die goeie fondatie wat mevrou van der Merwe vir my gelê het. En as ek terugkyk, as ek van daar af kyk, en ek kyk nou na 50 jaar en ek kyk terug, dan vraag ek vir myself, sê ek vir myself, dit was goed. Jy het goed gedoen. Maar nog steeds, na 50 jaar, nog steeds moet een doel voor oor, om die Here Jesus te loof, te dank en te prys vir dit wat hy altyd daar was. Want ek daai tyd het jy mos 'n ma en 'n pa figuur nodig in jou lewe. Mense wat want jy jou toevlug kan neem, wat vir jou kan waarsku, pasop daar, moenie daar vat nie, moenie pasop. En daar was hy 'n ma en 'n pa wat my kon waarsku nie. Mevrou van der Merwe moes my maar so opvoed. En ek moes vir my 'n sintuig aanleer. 'N sintuig wat my waarsku. Wat is reg? Wat is verkeerd? En so het ek opgegroei. So het ek opgegroei en ek het opgegroei en ek het... Toe het later van tyd... het ek begin die kerk loop. Toe ek nou ouer word. Ek het 15-jarige ouderdom, is ek aangeneem in die Lodese kerk, die evangeliese Lodese kerk, Hagelkraal, is ek daar aangeneem. Pastoor, broeder, hy was 'n Duitser, wat my aangeneem. En ek het my lewe daar opgebou, ek het kerk gegaan, ek het aangegaan daar, toe het ek later van tyd, ek denk was 1980, toe het hulle my gekies as die jaken in die Lodese kerk. In die tyd, toe het ek nou al die mevrou van my hebben verlaat, toes ek hier nou by die man wat die buiten kan staan. Ja, vertel ons bykie van hom, Jimmy van der Merwe. Hoe type man was hy en wat het jy gedoen toen op die plaas hier so? Ek het niks geken nie. Hy het my geleer. Hy het my geleer. Hy het my alles geleer. Ek kon nooit vir hom sê, nee, ek kon nie een ding doen nie. Want hy het dit nooit geaanvaar. Nee, jy moet nie vir hom, ek moes nooit vir hom gesê, ek kan dit nie doen nie. Hy was streng. Hy was 'n streng onderwyser. Jy moes volpunte lewer by hom op die einde van die dag. Moet jy by hom volpunte lewer. Jy moet volpunte lewer. Want hy was. Hy is nou nog goed. Hy was daai tyd was hy goed en hy is nog steeds goed. Maar hy het sy tye gehad wat hy werkstye, dan moet jy jou, ek moes my kant bring. En soos wat ek my kant gebring het, het hy sy kant ook gebring. En laat van dit het ek 'n goeie verhouding met hom opgebou.
Hij was niet net mijn baas. He. Nou nog niet. Hij is niet net mijn baas, hij is mijn vriend. Ik kan met hem praten. Ik kan dingen met hem deel. Hij is een goede man. Hij deed mij uit mijn rechter. En ik waardeer dit alles wat hij voor mij gedaan heeft. Ik onthou, ik heb nog nooit in mijn leven was ik op een trekker geweest. Nog nooit in mijn leven niet. En hij heeft ochtend van mij gezegd, vanochtend moet jij daar trekken, je moet erbij trekken, moet je klimmen, je moet vanochtend moet je gaan ploeg. Toen zei ik voor mij, ik kan niet en hij heeft me net gekeken. Zo, dat wil toen van mij zeggen, je moet niet van mij zeggen, je kan niet. Ik heb op die trekker opgeklimmen, ik heb hier in die rondom met de gereden. Toen heeft hij van mij gezegd, dan moet ik die ploeg gaan aanhaken. Ik was nog nooit in mijn leven op een ploegland geweest, ik heb nog nooit gezien waar ik die ploeg aan niet. Ik kom toen als hij daar. Toen ik ja, die ploeg aan en heb me geweest en wat hij had met die trekker zit en ik is weg. Met die trekker weg toe. Toen ik boven kom, toen hij met mij geweest. Hij zit draai samen met mij om. Ik is zo op mijn stenen geweest, want ik weet het nog niet. Ik ken niet die goed hier, ik moet nog maar leren. En die achtermiddag had ik mijn koos kon wegbrengen, toen ik naar die trekker in een bijenstarige rat gehad. Toen was hij moeilijk. Hij zei bij mij, maar ik kan niet voor jou gaan wijzen wat hij rat met je ploeg. Ik kijk, wat heb je nou aangevangen? Dat is je recht wat je gedaan hebt. En hij heeft mij weer geweest en zo waar. Toen hij hem kon krijgen, toen ik een van zijn schoenen wat hij aan niet toegeploeg. Zijn schoenen zo veel dat het los gaat. Dat is een schoen toegeploeg. Zeg mij, wat ze werk het jy toe nou op die plaas alles te doen? Ek hoor jy was in die stal ook gewerk, nee? Ja. In die melkerij? Nog. En nog steeds? Nog steeds. En dan nou, een ander vraag is, ek hoor Jimmy sê dat hy kan betek keer, of hy gaan dorp toe en hy los jy op die plaas, so jy gaan aan met alles, jy ran die plaas dan. Ja. Wonderlik. Dat is wat hy my geleer. Wonderlik. Dat is wat hy my geleer. En ek wil misschien net altijd, ek wil nie net altijd hee, dan nie help het nie. Ek wil nie altijd hee, hy moet by my wees, as ek het ding doen nie. Hy moet my kan vertrouw. Hy kan gaan. Ek sal kyk hier. Dat is hoe hy my geleer het. Anders help het misschien, as hy altyd by my moet wees, om die werk te doen, of om my te sê, maak so, ja, wat nou sê, hy het my nie. Ja, nee, definitief. Sê my, jou familie, ek neem aan jou vrou en jou dochter is oorlede, nee. My vrou en my dochter is oorlede. So jy is nou alleen op die plaas hier so? Alleen. En Jimmy, vir jou die plekje gebou? Ja, ek het in my, dit was in 85 gewees, in my. Toen kom ik bij hem en zei ik van hem, luister, dat is iets wat ik nou met jou moet, dat is iets wat ik met jou moet praten. Zei hij met mij, je kan maar praten. Kijk, ik kon vrijelijk praten met hem. Ik hoef nooit te geskroom met hem te praten, ik kon maar gepraat met hem. Zei ik van mij, ik had gedacht, ik wil nou vrouw wat ik moet nou trouwtje met mij eens doen. Toen zei hij, maar dan zal los eens van jouw plek moet kijken. Toen zei hij, maar dan zal dat zal met gauw wees, want ik wil nog trouw. En van mei, augustus, de 30e augustus 1985, te trouw ik. Toen staan die huis, toen die huis in mij gebouw. Laat bouw. En ik heb 30 jaar in die huis samen met mijn vrouw gebleven. Toen is mijn vrouw nou oorlede, toen is ek en mijn dochter. Toen raak sy siek en toen sy oorlede en nou is ek alleen. Maar Kokkie, mag ek nou sê van toe jy gekom het? Ja, dit is nie. Kan ek maar sê hoe diep was jy vir die vrouw mense gewees? Dan sê net wat jy weet. Laat ons hoor. Ja, nee, het is vandag vir ons een groot dag wat ons... kan vier samen met Kokkie se vrienden wat nou nog gaan kom
Want hy is nou vandag, miskien dag uit of wat ook al, maar hy is nou 50 jaar op hierdie plaas. En hy het gekom van Riversdal af. En op tussen 11 en 12 jarige ouderdom. En daarvan was hy nou die rechterhand op hierdie plaas gewees. Voor baie jare was hy eintlik die voorman, terwyl ek nie hier gewees het, elke dag nie. As a jong mens het hy nou hierna toe, of as a kind het hy hierna toe gekom. En so, denk ek, sy lewe kon heeltemal anders dan gewees het, as hy nou daar geblei het, waar hy nie beginne werk het nie. Dan kon sy lewe heeltemal anders dan gewees het, want die een wat saam met hom gekom het, denk ek is al oorlede van drugs. Hy het natuurlijk nie baie lang hier geblei nie. Maklike jare was dit natuurlijk nou nie. Hy was al twee eeuwen arm gewees. So ons moes werk om te wees waar ons vandag is. Of, so ja, hy moes maar hard werk saam met my. Daar was hy gewees, net ek en hy op die plaas gewees het. Mense het gekom en gegaan, maar hy het die 50 jaar merk gemaakt en het gaan met hom, ek wil nie bereik nie, maar het gaan met hom goed. Hy kan ook mis na die oude mens pensioen kry, wat hy nog nie eerst voor aansoek gedoen het nie. Dit lyk van nie ook of hy dit wil hee nie, en of hy het sal kan kry nie. Maar ja, dat tot nou toe gaan dit met hom baie goed, en soos ek vroeger vir jou gesê het, is dat hy was al siek, hy het teleurstellings gehad met sy vrou en dochter wat oorlede is, so hy bly alleen. Hy hou nie baie van vreese kuiermense nie. Hy geef hulle koffie, alles, maar alles oor die onderdeel. So ja, hy het ook maar sy maniere. Maar dit gaan met hom baie goed. Nou is hy sekerlik deel van die familie, nie? En hy is definitief deel van die familie. Ons het dit werkelijk beleef toe sy vrou die oggend oorlede is. En sy dochter. Hoe ons mekaar moes bystaan en saam getreer het, om alles te verwerk. So, een familie is dit definitief, ja, is eindelijk nader een familie, want hulle sê, een broer wat ver is, of een vriend wat nabij is, is meer werd as een broer wat ver is. Maar betrouwbaar, tot nou toe nog. En ek het vroeger vir jou gesê, ek was jonk, hy was jonk, en as iets goed nie alles reg geloop het die dag, en ek geef so nou na vloekwoordje, dan het hy die vermetelheid gehad om vir my aan te spreek en te sê, mens praat nie so nie. So hy het my ook een les geleer in die lewe. Ja, ek het nog iets. Goed. Wat sal jy vir die jong mense daar buiten wil sê? Oorwerk en ek verstaan, baie van die jong mense dink, harde werk is nie vir hulle nie. Wat is jou siening? Wat wil jy vir hulle daar buiten sê? Ek het geleer, dat is net een manier. En dis die regte manier. Dien, en jy sal oorwin. Dit is al wat ek vir die manne kan sê wat saam met my werk, sal ek dit vir hulle sê. Dien, en jy sal oorwin. Ek het gedien in hierdie 50 jaar, en tot nou toe, het ek vanaan dat hulle, vier hulle dit vir my, dit is die oorwinning wat ek het. Dis wat ek vir hulle kan sê.